Dan volgt nu een programma in de zendtijd van de politieke partijen. Ja, 25 jaar geleden werd de GPJC opgericht. 29 februari 1964, om precies te zijn. Was toch een dag over dat jaar. En wat kun je dan beter doen dan een GPJC oprichten? Zaterdag vierde het Landelijk Verband van Gereformeerde Politieke Jeugdstudieclubs zijn 25-jarig jubileum. De heer J.P. de Vries, de eerste en erevoorzitter van de GPJC's, zette in zijn toespraak uiteen wat de jongeren van 25 jaar geleden dreef tot de oprichting van dit verband en welk doel het voor ogen had. Achteraf mogen we zeggen dat GPJC-werk in landelijk verband met de daardoor geboden betere toerustingsmogelijkheden is net op tijd gestart. Het was nog in de periode van de nationale gezapigheid. De wederopbouw was voltooid, de welvaart groeide ziender ogen en iedereen was tevreden. Het GPV zette de nationale strijd dan ook in met een waarschuwing tegen het materialisme en de consumptiemaatschappij. En wees daartegenover op de ontwikkelingstaak tot eer van God die voortvloeit uit onze opdracht vanaf de schepping. Dat kon ook jongeren aanspreken en bezielen. In die turbulente periode van onze nationale geestelijke ontwikkeling bestonden er gelukkig GPJC's. Zij konden de gereformeerde jeugd helpen hun eigen positie te bepalen. De kritiek van radicale zijde, waaronder vooral veel jongeren, tegen de bestaande maatschappij bevatte elementen die ook gereformeerde jongeren konden aanspreken. Hetzelfde gold voor de persoonlijke inzet om tot veranderingen te komen, al waren de gehanteerde methoden vaak niet de onze. En de jeugd van heden zoekt de barricade niet meer op. De strakke regels van de studieduur en het belang van een goede voorbereiding op de maatschappelijke carrière lijken voor velen het belangrijkste te zijn geworden. De vrije tijd die men heeft wordt voornamelijk consumptief besteed in bar- en discocultuur. Politieke jongerenorganisaties lijken vooral het domein voor baantjesjagers als opstap naar een leuke politieke carrière. Nu, voor baantjesjagers heeft de GPJC niet veel te bieden. Zoveel politieke banen heeft het GPV niets te vergeven. Maar wel heeft het GPV voortdurend nieuw kader nodig. Vaak voor politiek werk in de vrije tijd, binnen de partij of in de plaatselijke en provinciale politiek. De GPJC's doen hun werk met het oog op komende generaties, in het perspectief van de 21ste eeuw. GPJC'ers zijn immers de GPV'ers van die eeuw. Gereformeerde politieke jeugdstudieclubs houden zich bezig met de vragen van deze tijd. Mag er in Nederland euthanasie gepleegd worden? Hoe moet het met het milieu? Waarom zijn er zoveel onevenredige verschillen in de wereld, armen en rijken? Theo Haasdijk, nu voorzitter van het Landelijk Verband, confronteert zijn gehoor met de toekomst van zo'n wereld. De vraag is, willen wij zo'n wereld? Willen wij zo'n land? Willen wij zo'n samenleving? Willen wij zo'n toekomst? Nee, die willen wij niet. Daarom moeten wij, jongeren van 1989, ons bezighouden met politiek. De christelijke politiek van het GPV niet realistisch? Wat is er realistischer dan de heerschappij van God over hemel en aarde en zijn opdracht om overheden, om in zijn dienst de samenleving te besturen? Niets toch? De christelijke politiek van GPV en GPJC is juist heel realistisch. Het is de meest realistische politiek die er bestaat. En tegelijk is ze ook idealistisch, omdat zij alleen toekomst kan brengen. Wat doen GPJC's? Die houden zich bezig met de politiek op een gereformeerde manier.
Nou, politieke onderwerpen bestuderen. Nou, wij zijn bezig met toch een beetje voorbereiding op christelijke politiek later. En daar doen we een boel studie voor. En daar proberen we een heleboel mensen voor te interesseren. Omdat we denken dat het gewoon hartstikke goed is, christelijke politiek. Ze proberen jongeren te activeren voor de politiek. Je regelmatig bij elkaar komen om te studeren eigenlijk in politiek, gereformeerde politiek. Waar zit de beste leerling van Schutte? Daarvoor moet je zijn bij de GPJC. Het GPV Tweede Kamerlid Schutte maakt in zijn reden duidelijk dat de regering en parlement zich wel degelijk bezighouden met zaken die de jongeren in deze maatschappij aangaan. In het emancipatiebeleid van de overheid worden de contouren zichtbaar van een toekomstige samenleving die als los zand aan elkaar hangt. Individualisering is het trefwoord. Ieder die 18 jaar oud is en gezond moet voor zichzelf kunnen zorgen. Opvoeding en onderwijs moeten volgens de regering worden ingeschakeld om de samenleving van die 14 miljoen individuen tot stand te brengen. Dat is nog best moeilijk, want veel ouderen en jongeren hebben niet veel zin in zo'n samenleving. Nu, dan maar zonder zin. De overheid weet immers beter dan wie ook hoe goed het is van niemand afhankelijk te zijn, ook niet van je eigen man of vrouw. Zo wordt in onze tijd openlijk gesproken en geschreven door woordvoerders van bijna alle partijen. Onder die omstandigheden is het goed dat iedereen, man of vrouw, jongen of meisje, zijn of haar capaciteiten gebruikt. Niet alleen voor een goede schoolopleiding, maar ook door het benutten van die opleiding. Niet alleen voor het huwelijk, maar ook in het huwelijk. We plukken er in de politiek ook de vruchten van. Al die politiek geschoolde vrouwen en meisjes staan in het GPV en op de GPJC schouder aan schouder met hun mannelijke collega's. Als het gaat om het emancipatiebeleid van de regering, zoals dat door alle grote partijen wordt gesteund. Het GPV zegt, laten ook vrouwen en meisjes hun talenten ontplooien en gebruiken, opdat ze samen met mannen en jongens hun bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de samenleving in dienst van God. In gezin en maatschappij, in kerk en organisatieleven, in betaalde en in onbetaalde arbeid. Ik heb op dat punt eigenlijk voorlopig nog maar één wens. Volgend jaar, bij de gemeenteraadsverkiezingen, moet het mannenmonopolie daar ook maar eens doorbroken worden. We ijveren voor nationaal gereformeerde politiek in Nederland. Ook in het perspectief van de 21ste eeuw. Een samenleving die vervreemd van God en zijn dienst zit niet te wachten op een algemeen orthodox alternatief ergens rechts van het CDA. Waar zo'n samenleving behoefte aan heeft, is een politiek die, om een woord van Abraham Kuyper te gebruiken, architectonische kritiek oefent op de samenleving. Teruggaand tot de fundamenten en opbouwend tegelijk. En als we dat doen in het GPV en op de GPJC, dan zie je ook wel waar je steun kunt verwachten en waar niet. Dan kun je onbevangen samenwerken waar dat mogelijk is. En even onbevangen zelfstandig optreden waar dat nodig is. De christelijke politiek is er nog nooit beter van geworden als de band met haar wortels werd losgelaten. Daarom, wie de christelijke politiek wil versterken, moet die band versterken en uitbouwen. Dan kunnen we de 21ste eeuw vol vertrouwen tegemoet gaan. Als GPV'ers en als GPJC'ers. Hoe vanzelfsprekend is het voor een GPJC'er om op het GPV te stemmen? Omdat ze vinden dat het toch christelijke politiek in Nederland is. En omdat ze vinden dat het GPV dat op een hele goede manier doet in Nederland. Ik denk dat GPJC'ers over het algemeen vrij gedegen studie maken van de standpunten die zowel het GPV afgeeft als andere partijen. En dat ze op basis daarvan een keuze maken. Die dan heel vaak toch wel in het voordeel uitvalt van het GPV. GPC, dat is een organisatie die aan de, aan de basis van het GPV staat. En wij kennen het GPV ook heel goed. En daar sta ik helemaal achter.
Dat is echt een politiek waar ik helemaal achter kan staan. Die standpunten die spreken mij gewoon heel erg aan. Dus vandaar dat ik GPV ben gaan stemmen. Dit was een programma in de zendtijd van de politieke partijen.